Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom bij deze misschien wel laatste aflevering van Vorderingen Station Breda. Na 4 jaar wordt op 8 september 2016 het station opgeleverd. Het feestweekend zal op 9, 10 en 11 september worden gehouden. Vanaf de parkeerplaats op het dak van het station had ik een mooi uitzicht over de vorderingen van de Willemstraat en het nodigde mij dan ook uit om alvast hierover een wandeling te maken. De Willemstraat zal straks als poort via het stadspark de mensen naar het centrum uitnodigen. De laatste afrastingshekken worden afgebroken en opgeruimd. De laatste hand wordt gelegd aan een extra bewaakte fietsenstalling met plaats voor 2000 fietsen aan de centrumzijde. Wat u hier ziet is een van de 2 woontorens genaamd Wachters. De torens bestaan uit totaal 75 huurwoningen met bijbehorende parkeerplaatsen. De loopbrug zal dit jaar worden afgebroken. In het gebied tussen de noordkant van Stationlaan en de zuidkant van Belkrum bouwt Dura Vermeer onder de naam Breda Vooruit een ambitieus bouwplan. U ziet hier dat het gebeurt op de grens met wijk Belkrum. Na een vertraging van meer dan een half jaar zijn de eerste bewoners verhuisd naar het complex Breda Vooruit. Over een lengte van maar liefst 500 meter werden en worden uiteenlopende woningen gebouwd. Luxe appartement, 3-kamers appartement, stadswoningen met dakterras, stadswoningen met tuin en stadsvilla's. Dit was het dan weer voor deze keer. Mochten er drastische veranderingen komen, dan zal ik hier verslag van uitbrengen. Bedankt en tot ziens.